De campagne Ik ben Wil werd mij Alzheimer onder de aandacht gebracht wordt, trok onder oren de zoon van Wil, Titus Vocht, is altijd mij een prachtig eindbedrag. Het team zocht waarom op een mooie periode. Ja, jammer. €15.982 is erop gebracht. Nou, hartstikke goed. Vol enthousiasme begonnen en we hebben hem nog enthousiaster afgesloten gezien het prachtige mooie bedrag. Nou, dit was een hele bijzondere campagne. Dit was, ik mocht een verhaal schrijven voor de familie Vocht. En het is dan net je eigen familie, maar ze hebben op zo'n persoonlijke, indringende wijze hun verhaal verteld. Dat zo'n verhaal hier in je zitten en dat ja, is heel bijzonder om daarom mee te werken. Door het grote succes van de actie is het team achter Ik ben Wil druk dwaande met extra mogelijkheden voor het taalbehuis in Vivaden. Nou, we hebben in ieder geval een stichting opgericht en daarmee gaan we kijken dat we nog extra gelden kunnen vergaren om eventueel nog aanvulling te doen voor de belevingstuin. De campagne had een soort reacties opleveren. Ja, overweldigend. Hartstikke mooi. We hebben toch een bepaald taboe doorbroken. Maar eigenlijk iedere dag wel mensen die ons aanklampten. Maar ook zeiden van zo herkenbaar. Zo zie je dat eigenlijk ieder gezin wel iemand kent die Alzheimer heeft. De reactie die ik volgen had, het is ongelooflijk hartverwarmend. En vol herkenbaarheid vooral. En daar hebben we het natuurlijk ook vooral verdiend.